Welkom bij een nieuwe video. Het is vandaag vrijdag. Bijna 9:10. Ik ben een beetje naar werk. En dan ga ik zelf een half dag werken. En dan ga ik eindelijk deze uitgroei fixen. Dan gaat het gewoon helemaal eraf. Dus ja, ik ga trouwen. Ik moet ergens op besparen. Dan maar op mijn nagels. Dan haal ik helemaal op en dan gaan we bij onze eerste. Gaan we ons eerste ding doen voor de bruiloft. Het tweede ding. Van de week hadden we een gastenlijst gemaakt. En nu gaan we langs een locatie. Maar hier gaan we allemaal aparte video's van maken. Die komen later dit jaar pas online. Toch, babe? Ja. Gewoon video's dat we meerdere locaties, denk ik, gaan bekijken. En wat het uiteindelijk geworden is, et cetera, et cetera. Ik ben klaar met werk. 18 juli. En ik ben met mijn zus. 1929. Want ze gaan foto's maken. En dan mijn moeder Atta dan, zeg maar. Sean. Die is geboren op 2 maart. Sean, even lachen. 1960. Kijk hoe gummy is. 1960? Ja. Oh, zo knap. Dat is dan 20 augustus 1980. Ik moet hem nog rampen. Kijk eens. Jee. Oh. Ja, wat is een gimme. Ze gaan nu foto's maken. Met 5 verschillende generaties. Dus mijn oma, mijn moeder, mijn zus, mijn neefje en Jero. 5 generaties, dat is zo special. En nu hebben ze een soort van interview. Ja. Wat komt in een krant? Toch? Het komt in een blad. Het komt in zo'n blad te staan. Vrouwenmagazine. Ik begrijp dus wel een dementeren, is dat je dat zei? Ja, ze is beginnend, maar je merkt er niks van eigenlijk waar. Ik zou ze gewoon naar jullie per mail. En dat is denk ik het allerhandigste. Ja, ook. Dag oma! Daar. Helemaal goed. Even kijken hoor. Ik zit weer in de auto. Ik hoop dat die blijft staan. Ik ga nu naar de stad. Want daar hebben we een afspraak. Voor een ruimte. En dan... Even kijken voor de bruiloft. Maar zoals ik net zei, wordt een andere video. Dus dat zien jullie niet in deze video. We zijn net klaar bij de grote kerk. Als je wil zien hoe dat gegaan is, check dan mijn video. Nu zijn we in de Aalanden. Gaan we langs het huis van mijn zus. Want daar ben ik nog niet eens geweest. Gaan we daar even checken. Waarom wil mama weten? Oh, goed bezig. Ja. Oh, ja. Is Jalee later? Nee. Hi zus. Hi. Ja, Joost en Elise, we vonden dat je... Hi! Vloggie! Maar kijk, ze hebben hier gewoon 5 slaapkamers. What the one. Tant te veel. En ook echt ruime slaapkamers. En deze is dus altijd goed bezig met klussen. Lekker ongezond bij de Mac eten. Het is weekend, mensen. Goedemorgen allemaal. Het is vandaag de volgende dag. Het is zaterdag. Ik ben net gedoucht. Het is 11:50. En ik wil eigenlijk uitslapen, maar... Het lukte niet echt, ik werd om 9:00 al wakker. Maar ik heb daarna wel even lekker in bed gechilled. Ik heb misschien ook weer liggen, nee, maar... Ik heb daarna wel lekker in bed gechilled en rustig ontbeten en zo. Vet irritant. Ik viel gisteravond in slaap op de bank. Dus... Ik werd rond 3:30 wakker. Ik ben toen naar bed gegaan. Nou, dat is vrij annoying. Maar Gucci. Ik ga nu mijn haar een beetje nat maken. En dan doe ik zo'n masker erin. En dan ga ik sporten. Lekker even intrekken.
Peep is naar Arnhem, dus Reni helpt met verhuizen. En ja, dan ga ik de na het sporten het huis even opruimen. Wat ga ik nog meer doen? Schoonmaken. Ja, dat is het eigenlijk. Chillen gewoon lekker. Boodschappen doen. Lange tijd dat ik weer zaterdag vrij heb en dat ik gewoon niks te doen heb. And I love that. Ik heb alles in de knop gedaan. Ik heb het goed intrekken en dan ga ik nu lekker sporten. Lekker op de fietsie. Hey de Beerly. Ik ben weer thuis van de sportschool. Ik heb heerlijk gesport. Gelijk even naar de winkel gegaan, wat dingetjes gehaald. Ik had echt zin weer in dit sapje. Kersenbolletjes gehaald, want ik heb nog avocado en ei hier. Dat is een lekker lunchje. Ik heb een nieuwe borstel nodig. 2 Douglas cadeaubonnen gehaald, want vanavond vieren Freya en Annika een verjaardag. En ze hadden niet echt bepaalde wensen, dus ik dacht, dan doe ik gewoon Douglas bonnen. Scheermesjes. Oh ja, nagelverharder. Gisteren heeft Caché mijn bioper afgehaald. Dus ik ga het even iets korter veilen en dan nagelverharder opdoen. Mijn vel. Drift. Deze ruikt heerlijk, de Beerly. Ja, ik dacht dat ik ook even gewoon een neutraal nagellakkleurtje. Een proteïnereep. En dat was het. Nou, ik heb even mijn nagels korter geveld. Een mooie lengte op zich. Het is inmiddels alweer heel wat ietsjes later. 6:15. Ik was net bezig met mijn haar feunen. Dit moet nog. Het is al gefeund. Maar mijn eten is er al. En ik heb lekker sushi. Hier de Beerly. Kijk lekker, Sex in the City. Dit eten. Ik heb het hele huis opgeruimd, schoongemaakt. Baby is nog in Arnhem. Dan ga ik heerlijk lekker eten in mijn eentje. Genieten van het eten en dan vanavond naar het bidet. Van mijn zusters. Het is alweer avond. 10:15. Ik ben klaargemaakt, baby is terug. We gaan naar die bidet. Vandaag is het pinkie outfitje. Nieuwe leuke jasje dat ik mijn stage gekregen heb. Hakjes. En gewoon simpel eigenlijk. Doe ik geen oorbellen in. Ik laat het zo. Deze mensen gaan weer uit. Wij zijn sober. Wij zijn sober. Nou mensen, een fijne avond. Ja. Deze mensen gaan weer uit. Tahino! Oh, nee. Met Samuel. Wie? Alles als je dit wil weten. Als je de zijn dings overslaat, half vier. Ja. Lisa. Oh ja. heb ik nou milkshake kaartje gekocht? Dat is maar goed. Het is alweer volgende dag, zondag, en 2:30, ik kijk naar mijn clubpie. En gelukkig 2-0 voor, dus dat is top. En ik moet even achter de laptop, want ik moet een paar dingen van mijn verslag aanpassen. Wat KUT, maar goed, ik weet precies wat ik moet aanpassen. En dat moet ik dan volgende week weer inleveren. Daarna ga ik me even opmaken. En dan gaan we iets heel bijzonders doen. Want Kakka gaat vandaag Lisanne zijn huwelijk vragen. En wij zijn erbij, want wij gaan filmen. Dus dat is wel echt heel leuk. En ik denk dat Kakka ook best wel zenuwachtig is. Maar ja, dat wordt super leuk. Dan gaan we daar gezellig eten, Pie gaat kopen. Dat is de planning voor today.
Voor nu zijn we bezig en over 2 uur gaan we die kant op. Lekker pik, lekker Johnny! Yes, 3-0. We zijn weer helemaal back on track! Ja, we worden kampioen. We blijven optimistisch, we worden kampioen! Zeg maar, die envelop, ja. Die envelop loopt haar moeder door. Ja. En staat haar vader staat hier ook om de hoek. Oké. Okay. Want ik wil... dus als ze die leest, dan staan de moeder en zo nog achter. Die staan nog daarachter, ja. Ja. Maar wil je deze? Voorbereidingen. Ze komt toch iets eerder dan gepland. Over een kwartier al. Okay. Ja, ben je er klaar voor? Ik ben klaar, maar wel binnenwachten. Dat is helemaal goed. Hier is de Marry Me, een mooi hartje. Hier gaan ze dan in staan. Iets beter verdeeld worden. Oh, mooi is dit. Mooi koek. Hier staat oefenen in de gang. Hoi Maureen. Hi. Hier zijn ze. Net hier dan ook ja, ding, een briefje van de kant. Waar is zij nu dan? Ze is onderweg. Hier is het eerste briefje, ze komt hier binnen. Hier staat een briefje. Die verwijst naar deze. Deze verwijst naar die. Die verwijst naar die, daarachter maar heen. En dan doet ze de deur open en dan staat Kakker daar met Safi. Spannend. U moet hier op de hoek zitten. Maar dan geef ik hem aan u. Ja. Erin? Ja. Zeker weet dat ik voor altijd met ons drie en misschien later met meer samen wil zijn. En wil je met mij trouwen? Ja, tuurlijk. Ja? Proost! Hi schat! Waar was jij nou? Voetballen, man. Het is gemist, jongen. Huh? Het is gemist. We hebben allemaal de camp. Dat was terug. Dat zei zo. Ja, 2-0 zwaar. Goed zo. En dat is het volgende. Wij zijn heel erg blij voor deze heugelijke dag. Van Kaka en Hoesie. En Safi Zadel. Pie en Koeken hebben lekker gekookt. Ja, Pie, hè? Ik weet zeker dat Koeken ook geholpen heeft. Ja, met snijden. Ja, oké. Okay. Wij zijn alweer thuis. Het is 9:30. Gelijk even boodschappen gedaan. En baby is gelijk aan het editen. En we hebben de engagement video. Kijk. Kakker gaat het vast wel. En Lisanne. Zie je dat wel op mijn Insta, maar. We zijn gelijk aan het eten en ik ga lekker bank hangen. Dan ga ik klaar op de laptop. Kan ik voor school bezig? Maar ik denk niet dat ik vanavond nog voor school bezig kan.
Maar ja, het was super leuk. Echt cute. Ze was echt. Van mij zei ze dat ze het wel wist. Maar ze was wel echt emo. Echt heel cute. En of course, T-shirt, yes. Maar ik vond het wel echt gezellig. En. Ik ga gewoon lekker chillen. Morgen begint mijn eerste lesdag van mijn nieuw semester. Dan begin ik aan mijn laatste schooljaar alweer. Oh my god, oh my Jesus. Ik heb wel super veel zin in. Ik moet nog van 11:30 tot 4:30 les. Dus ik ga even afsluiten. Tot een leuke video. Blauwe duimpje, blijf abonneren en tot de volgende video.